Ja. Nou, dit is even voor de kennis, maar hier staat dus eigenlijk onze... Hier ligt ons scherm. Ons scherm, de hele filmprojectieset, behelst een scherm van 5 bij 3,5. Nou, hier vindt het plaats, iedere laatste zaterdag van maand. We zijn al 2 jaar bezig om ons in te zetten voor het gratis vertonen van films in de buurt. En het liefst door mensen uit de buurt, filmmakers of bekende of organisaties. En we zijn inmiddels in bezit van een filmprojectieset. En die willen we nu eigenlijk weer teruggeven, weer inzetten voor de buurt. Dus vanaf 7 uur is de bedoeling dat mensen al hier heel goedkoop voor 7 euro een hapje kunnen eten. En dit allemaal, zowel de film als wel het restaurantgedeelte, is allemaal om de buurt meer bijeen te krijgen. Wat wij ook heel graag willen, is van... Wij willen dus net ook al met het restaurant, we willen niet zomaar een donkere bioscoopzaal zijn. Waarin er geen contact plaatsvindt. Bij ons kan je het eten uit het restaurant meenemen naar binnen. Je mag halverwege nog binnenlopen. Het is allemaal ook bedoeld voor ontmoetingsplekken. Filmspot heeft Isam gevraagd om voor de film van 8:30, iedere laatste zaterdag van de maand, om het eten te begeleiden. Dat is een buurtrestaurant. Ja. Deze restaurant is gespecialiseerd in mediterrane keuken. Ik aanbied elke dag een lekkere soepen, salades, maaltijden voor een sociale prijs voor de buurt. En tegelijkertijd ook ondersteuning op initiatieven zoals initiatief van Maarten, film, 1 keer per maand. Andere initiatieven zijn ook welkom. Ik ben zelf een ondernemer hier in Amsterdam de laatste 30 jaar. Vroeger was ik puur alleen ondernemer, nu ben ik sociale ondernemer. Okay. Laten zien ook die sociale kant van de ondernemer. Het gaat u niet alleen om de winst? Zeker, zeker. Laat zien de goede kant van mij. De aanbieding iets met sociale prijs voor de mensen die kunnen niet meer naar restaurants gaan. We draaien nu 2 keer in Horizon. De eerste keer, was je wel bekend, hebben we buiten afgespeeld naast het restaurant van Isam. En groot succes, erg leuk. Tweede keer, het is natuurlijk winter nu, zijn we naar binnen gegaan en dit wordt de wintersituatie. Iedere laatste zaterdag van de maand spelen we hier binnen. Je ziet. Het is te verduisteren, het is geluidsdicht. Dus wat betreft lekker lawaai maken en een lekker sfeertje hier in de sportzaal komt alles goed, lijkt mij. We draaien nu bekende werk en dat is puur om de mensen hier eerst heen te trekken. En wat voor films heb je uitgezonden tot nu toe? Of... De eerste was Pink Floyd, The Wall. Ja, waar dat natuurlijk een ontzettende mooie animatie en geluidsfilm is. Met enorm mooie beelden, sterk verhaal. Dus dat was onze eerste selectie. De tweede was Halloweenavond. Dus toen hebben we toepasselijk een griezelfilm afgespeeld, Dead Snow. Ook met een leuk aantal toeschouwers. En geleidelijk willen we ook documentaire avonden doen van makers uit de buurt. Werk van mezelf, werk van Stierum TV bijvoorbeeld zelf. We staan overal open voor, maar één ding, goede kwaliteit. Onze set is erg goed, dus we willen ook goed filmwerk erop hebben. Waar ik dus heen wil, is ik wil straks in principe, in de toekomst wil ik dus een vaste installatie maken aan de muur. Zodat andere buurtorganisaties bij een kinderfilmvoorstelling in principe onze biermen kunnen lenen. En ook bij de presentatie van hun projecten eventueel het scherm kunnen gebruiken. We willen weg van die zwarte bioscoopzaal. Je moet vragen kunnen stellen, je wil ook praten met het publiek over je eigen film. Dat is een beetje waar we heen willen. En de volgende dus, 28 november deze maand, zaterdag, is dus Exit to the Gift Shop. Dat is een heel bekende documentaire, annex film, dat is al een heel grappig gegeven, van wereldberoemde kunstenaar Banksy. De graffiti-kunstenaar Banksy. En echt een ontzettend leuke film. Die gaat over manipulatie en de Banksy die probeert anoniem te blijven. Iemand probeert in te
bij hem binnen te komen om zo via zijn naam van Banksy zelf naam te maken. Ik ben dus zelf van Dokkenvis TV. U kunt mij ook vinden op de site waar redelijk goed filmwerk op staat. Mijn opleiding heb ik gedaan als documentairemaker in Praag. En ja, ik ben een van die filmmakers die eigenlijk toch heel moeilijk aan de bak komt in het professionele circuit. En ik dacht, ik combineer mijn filmachtergrond, een aantal vrienden en de buurt combineer ik in één. En zodoende kunnen wij toch en de buurt helpen en ons eigen werk draaien. En iedereen, ja, het is een win-win situatie voor iedereen in de buurt. In 2016, we willen een jaar, iedere laatste zaterdag van de maand willen we een gratis filmavond draaien. In combinatie met het restaurant hier. Hier ze kunnen vinden. Goede alternatief, wordt lekker gekookt elke dag hier ambachtelijk, zonder toevoegingen, zonder industriële toevoegingen, zonder bouillonblokjes of zulke oplossingen. Gewoon puur, eerlijk maaltijden. Dus wij zijn in principe altijd geopend vanaf 7 uur. Dan eten we hier met het bioscooppubliek, wat we dan trekken. En daarna gaan we om 8:30 gaan we gezamenlijk film kijken, boven in de sportzaal. Ja, je probeert dus echt iets voor de buurt te doen. Vind je dat er genoeg gebeurt in bijvoorbeeld de Spaarndammer buurt waar we nu zitten? Nou, ja, ik vind persoonlijk dat tegenvallen, want wat ik wel zie in Amsterdam, ik hou natuurlijk als filmmaker bij wat er allemaal op filmgebied gebeurt in Amsterdam, erg veel. Maar nooit gratis en nooit voor de buurt. Het is altijd in combinatie met commerciële kroegen, commerciële hotels, hele exclusieve dingen. Een soort van, ik heb zoiets van, waarom kunnen juist de mensen met minder budget en soms met wat meer tijd, waarom kunnen die niet gewoon het buurthuis inlopen en aanschrijven bij de film? Mijn naam is Jeroen van Berkel, lid van het dagelijks bestuur van de Stad Zuidwest. De komende maanden werken we aan de nieuwe plannen voor 2016. En dat gaan we doen samen met u. Via Facebook stellen we elke week vragen over de buurt en vragen daarin uw bijdrage. Maar u kunt zelf ook uw bijdrage insturen. Maak een filmpje, stuur een mail over wat u denkt dat beter moet aan de buurt. Heeft u een klacht, zet het op film en wij gaan er wat aan doen. Heeft u een idee of bent u al iets aan het doen en vraagt u er ondersteuning bij, stuur het in. Via Facebook. Neem bijvoorbeeld dit plein. Hier gaan we de komende maanden met bewoners de herinrichting vaststellen. En samen met bewoners en de school kijken hoe het beter, veiliger, mooier kan worden, zodat iedereen kan genieten van het Tuinhuizenmiddel. Wij rekenen op uw bijdrage. Dank u wel. Lieve mantelzorgers in Amsterdam-West, in deze bijzondere week van de mantelzorg 2015 krijgen jullie de kans om te laten zien dat jullie hart voor een ander hebben. Als jullie willen kunnen jullie een envelop ophalen bij elk huis van de buurt voor mantelzorgers met de hart voor een ander ingrediënten zoals deze button. En ik durf te beloven dat op het moment dat jullie bijvoorbeeld deze button opspelden of een sticker op het keukenraam plakken of op de brievenbus, de buurt langzaamaan zal realiseren, jullie hebben hart voor een ander. En wie weet ook iets voor jullie gaan doen, iets tastbaars. Gewoon vragen hoe is het met jou, in plaats van hoe is het met diegene voor die jullie zorgen. Of boodschappen halen bij de Lidl, omdat jullie al zoveel doen. Jullie hebben hart voor een ander. Laat je zien.
zitten hier met Ursula Krone, actieve buurtbewoonster in de Staatsliedenbuurt. En jij hebt een campagne onlangs gelanceerd, Hart voor een ander. Wat is dat? Hoe kom je daartoe? Ik meen dat ik hart voor een ander heb. En dat is een campagne geworden, de Hart voor een ander campagne, die zeker niet alleen om Ursula draait. Dat is een binnen 8 weken uitgelopen tot een enorm sterke initiatiefgroep die Hart voor een ander heeft. En de Hart voor een ander campagne is eigenlijk niet anders dan alle mantelzorgers een hart onder de riem willen steken en ze letterlijk een gezicht willen geven door ze bijvoorbeeld een prachtige button op te spelden, waarmee ze kunnen laten zien: ik ben mantelzorger, ik heb hart voor een ander. En wat wij zo fijn vinden aan onze campagne is dat wij daaraan verbonden hebben de oproep aan de omgeving en de bewoners van Stadsdeel West om eens iets tastbaars te doen voor de mantelzorgers. En als je dan denkt, wat denk je dan zoal aan? Ik weet zeker dat elke mantelzorger 3-4 keer per dag de vraag krijgt: goh, hoe gaat het nou met diegene voor die je zorgt? Maar niemand die vraagt: hoe gaat het met jou? En ik vind het heel belangrijk dat de mantelzorgers vol trots zeggen: ik ben mantelzorger, ik heb hart voor een ander. En dat daardoor de buurt misschien kan zeggen: wat leuk dat je dat doet. Hoe is het met jou? Of kom je even buurten, zullen we even een bakkie doen? Of een buurtbewoner die eens per week naar de Lidl rijdt en zegt: joh, ik neem boodschappen voor jou mee om jou te ontlasten. Dat is een beetje het hart van deze campagne. En ik heb begrepen dat Zwarte Piet eigenlijk de eerste mantelzorger was. Is dat zo? Oké, ik ken de officiële definitie van mantelzorg. En het is wel goed dat je het vraagt. Als je 8 uur of meer per week zorgt voor een ander, valt ook onder de noemer informele zorg, dan ben je mantelzorger. En daar staat over het algemeen geen financiële vergoeding tegenover. Dat is dus werkelijk vrijwilligerswerk. En als je weet dat maar om nabij 10% van de mantelzorgers zich als dusdanig gemanifesteerd hebben, dan zegt dat ook heel veel over de bescheidenheid van de mantelzorgers, want iedereen doet wat hij doet, ga ik vanuit, met liefde voor de ander. Kijk, nu is er erkenning. De Hart voor een ander campagne wordt gefinancierd door middel van subsidie van de centrale stad. Anders hadden wij niet zo'n prachtig envelopje kunnen maken met daarin speldjes, hè, zoals deze, of stickers voor in het keukenraam om een gezicht te geven aan de buurt. De initiatiefgroep is groot, groeiziende ogen, zijn enorm veel vrijwilligers bij betrokken in elk deel van Amsterdam-West. Dat is nu herkenning. He, dat je binnen no time een netwerk kunt opbouwen van vrijwilligers die allemaal met hart en ziel meehelpen en meedenken en het idee uitdragen en vormgeven. Het is onderdeel van je leven. Als je mantelzorger bent, heb je hart voor een ander. Al dan niet vrijwillig. Als er iemand met een beperking in jouw gezin geboren wordt en jij draagt de zorg hiervoor, dan heb je daar niet om gevraagd. Maar je doet het, want het is een lid van jouw familie en je wilt het beste voor jouw familie. Hetzelfde geldt voor andere mensen die koken voor de buren. Zorgen dat de steunkousen opgetrokken worden als de thuiszorg dadelijk wegbezuinigd is, ik noem maar. Dat zijn allemaal hele normale mantelzorgdingen die gewoon gebeuren. Dat ikke en de rest kan stikken is iets wat me werkelijk elke dag aanvliegt en wat mij heel boos maakt en ook heel verdrietig. En ik denk dat het niet anders kan dan dat we de dingen samen doen die we doen. Ik heb een stichting opgericht die heet WIJS. Dat staat voor WIJS is ik en jij samen.
Met die stichting heb ik niet alleen in West, maar in alle stadsdelen activiteiten georganiseerd. Als vrijwilligerswerk, want het werd niet erkend door de besturen, zeg maar, als iets wat misschien ook financiële steun nodig heeft om te kunnen functioneren. En ik zie dat de mensen, niet alleen in West, maar overal, wel degelijk behoefte hebben aan uitwisseling met elkaar. Ik denk dat al die producties van Wijs, dat zijn er verschillende, net dat steentje bijdragen zodat wij de ander weer zien, daar waar die is. Iedereen heeft het recht om hier te zijn, dat is mijn overtuiging. Zie de ander, zie de plek van de ander, respecteer die en neem jouw eigen plek in. Hoe lang woon je hier al? Ik denk dat ik hier nu 8 jaar woon, om en nabij 8,5 jaar, denk ik, ja. En je hebt je eigenlijk vanaf het begin gemanifesteerd als actieve buurtbewoonster. Zo heb je ook bijvoorbeeld gezorgd dat er een elektriciteitshuisje op het Van Hogendorpplein prachtig is versierd met een mozaïek. Hoe is dat tot stand gekomen? Dat is iets wat ik niet alleen heb gedaan, hè. Dat mag heel duidelijk zijn. Dat is nou juist het leuke daaraan. Het is een community project geworden. Dan moet gewoon één iemand even een beetje harder duwen en trekken. En dan komt het huis voor elkaar. Maar dit was nooit gelukt als ik alleen maar gezegd had, goh, ik wil het graag en ik ga het doen. Hè, dat lukt omdat je de kinderen van school erbij betrekt. Die hebben tekeningen gemaakt. Naar aanleiding van het thema alle mensen van de wereld, ik en jij, wij. En daar is dan een collage van gemaakt en de buurtbewoners hebben gestemd over kleuren en kleurgebruik en welk mozaïekbedrijf was natuurlijk ook nog spannend, onderhandeling met stadsdeel. We hebben heel veel hulp gehad van de buurtcoördinator Petrina Groesbeek, die zich werkelijk bijzonder heeft ingezet om alle middelen voor elkaar te krijgen. Via IJsterk werden er workshops aangeboden, zodat de kinderen zelf mee konden mozaïeken. En ook de vrouwen van Samen Sterk, een fantastische stichting in de Koperen Knoop, meestal actief. Die hebben ook meegemozaïekt. En dat is wat ik zo graag doe. Een zaadje planten, maar ook gewoon een appeltje opgooien. Goh, zullen we niet? En dan met een beetje doorzettingsvermogen, zeg maar. Komt het voor de bak, dan lukt het heus. Nou, wil je met die stichting Wijs eigenlijk een stevige sociale onderneming creëren, die ook hier in de buurt zijn beslag krijgt? En hoe zie je dat naar de toekomst toe ontwikkelen? Als je ergens aan begint, dan mag ik hopen dat je een visie hebt. En natuurlijk heb ik die. Onderdeel van die visie was dat we 3 pilaren nodig hebben om het te realiseren. De ene pilaar, de allerbelangrijkste pilaar, zijn de bewoners. Willen ze wel meedoen met de projecten die we initiëren? Het tweede stukje zijn fondsen waar we op terug kunnen vallen op het moment dat we de aanvraag hebben gedaan. Maar voorop staat het gesprek met de gemeente, oftewel de stadsdelen. En in deze dus stadsdeel West. Hoe word je een actieve buurtbewoonster? Dat is heel simpel. Gewoon doen. Daar kan ik heel kort in zijn. Het is letterlijk heel simpel. Gewoon doen. Je kunt niet blij zijn als je weet dat iemand anders niet blij is, toch? En stel dat je activiteiten bedenkt waarmee je verwacht dat je mensen blij kunt maken, dan is het alleen maar logisch dat je dan even later ook zorgt dat die projecten gaan lopen. En het lijkt erop dat een stukje organiseren en mensen bij elkaar trekken en krijgen en belonen dan, hè, met een prachtig en gelukt project. Daar heb ik nou net de juiste pitbullgenen mee gekregen, wie weet. Feeling kind of seasick.
achter mij zie je de gashouder. En eigenlijk is dat het symbool voor, laten we zeggen, de energievoorziening van zo'n 100 jaar geleden. Toen draaide Amsterdam nog op kolengas. En wat gebeurde er? Er kwam een nieuwe techniek, er kwam een nieuwe technologie, we vonden aardgas. En in mum van tijd was Amsterdam overgeschakeld van kolengas op aardgas. Op dit moment is een andere transitie gaande. De transitie van fossiele energie op duurzame energie. De benzineprijs is nu 1,52, zie ik. En ik denk niet dat die ooit nog omlaag gaat. Misschien een beetje, maar hij zal nooit meer structureel omlaag gaan. En dat is eigenlijk heel simpel uit te leggen. Benzine wordt gemaakt van olie en olie is een fossiele brandstof en komt uit de aarde en wordt steeds schaarser en daardoor steeds duurder. Zou het niet geweldig zijn als alle grote oliemaatschappijen ook in volle gewicht achter duurzame energie zetten? Dat is het idee wat ik een jaar geleden had en wat ik uitgewerkt heb in Follow This. Mijn idee is dat Shell, een van de grootste oliemaatschappijen ter wereld, dat die zich volledig gaan scharen achter duurzame energie. Shell luistert alleen maar naar zijn aandeelhouders. En wat we doen, is zoveel mogelijk aandeelhouders verzamelen die allemaal hetzelfde idee hebben. Shell wordt een duurzaam energiebedrijf in 2030. En het leuke van deze actie is, iedereen kan meedoen. Iedereen kan één aandeel kopen. Op onze website koop je in één klik voor 28 euro, dat is de koers nu, één aandeel. Het idee is dus dat je dus in één klik aandeelhouder en eigenaar van Shell bent. Mede-eigenaar van Shell. Je hebt dan ook wat te vertellen over Shell. Het Shell benzinestation is eigenlijk wel exemplarisch voor het geloof van Shell dat het fossiele feestje nog wel tientallen jaren zal duren. Want ik zie hier nog geen elektrisch oplaadpunt. Terwijl ik wel net een elektrische taxi voorbij zag rijden. Dus in 2030 hebben we deze tankstations helemaal niet meer nodig. En het verbaast mij enorm dat Shell niet één oplaadpuntje plaatst. En dat ze het plaatsen van oplaadpunten aan een nieuwe partij overlaten. Wij denken dat Shell een hoofdrol kan spelen in de energietransitie. En bovendien denken we dat Shell die energietransitie kan versnellen in plaats van vertragen zoals ze nu doen. Nu denken ze nog steeds, in 2050 gaan we nog steeds olie en gas oppompen. Als ze nu zouden beslissen, we gaan de olie- en gasbronnen die we nu nog hebben, gaan we uitputten, gaan we zoveel mogelijk geld mee verdienen. Maar die winsten investeren we in duurzame energie. Die investeren we in een windpark op de Noordzee, in een heel groot zonnepark in Tunesië. Als Shell dat niet doet, dan zullen ze uiteindelijk failliet gaan. Zoals ieder bedrijf dat niet goed naar de toekomst kijkt. Het beste voorbeeld hiervan is Kodak. Zoals iedereen weet is Kodak failliet gegaan omdat ze de digitale fotografierevolutie gemist hebben. Maar wat veel mensen niet weten is dat Kodak die technologie gewoon in huis had. Het enige probleem met Kodak, digitale fotografie is er dan wel, maar we hebben geen idee hoe we er geld mee moeten verdienen. En dat is zoals zo vaak bij transities, is er een nieuwe technologie. En de gevestigde orde heeft moeite met het vinden van een nieuw businessmodel. Kodak had de technologie, maar niet het businessmodel, aarzelde en ging failliet. Nou, dat is wat wij Shell voorhouden. Als Shell niet meedoet met die energietransitie, dan zullen ze echt verdwenen zijn. Alleen niet morgen, maar over een jaar of 30. Heel veel mensen denken dat wij als kleine individuen geen enkele invloed hebben op de koers van Shell. En tegen die mensen zeg ik, dat hebben we wel. We kunnen allemaal aandeelhouder worden. We kunnen allemaal aandeelhouder worden en allemaal Shell steunen in die omslag. Shell heeft alleen maar verantwoordelijkheid af te leggen aan zijn aandeelhouders. En dat is nou juist wat wij aan het doen zijn. Dus iedereen kan meedoen. Iedereen kan één aandeel Shell kopen en is daarmee eigenaar van Shell. En een eigenaar kan de directeur van Shell vertellen wat hij moet gaan doen. Je kan ook meteen een e-mail sturen naar Ben van Beurden, de CEO van Shell. En hij heeft me verzekerd, hij ziet ze allemaal voorbij komen. Dus voeg er vooral een persoonlijke nota toe. Waarom jij vindt dat Shell over moet schakelen op duurzame energie. We hebben niet de meerderheid van de Shell aandelen nodig om invloed uit te oefenen. Een aantal jaar geleden hebben we bij ABN AMRO gezien dat je met 1% van de aandelen, maar met een heel goed voorstel, de koers van een bedrijf volledig kan veranderen. Dus je kan de koers van een bedrijf wel degelijk beïnvloeden als je een substantieel aantal aandeelhouders hebt en als je een heel goed idee hebt. Ben van Beurden, jij kan de wereld veranderen. Jij hebt honderden miljarden te besteden. Jij hebt 90.000 intelligente mensen voor je werken. Als jij nou eens een keer het lef hebt om te investeren in duurzame energie. Als jij het lef hebt om een stip op de horizon te zetten. In 2030 is Shell een duurzaam energiebedrijf. Dan krijg je onze steun. For the times they are a
Jesus' name, no, we know.